Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Boven Nederland ligt wel wat bewolking. Maar er zijn ook momenten dat het wat opklaart. En dat betekent dat we toch van tijd tot tijd wel de zon zien. Maar droog blijft het zeker niet. Vooral in het noorden van het land valt van tijd tot tijd wat lichte regen of een enkele bui. Vanochtend hebben we temperaturen tussen de 10 en 13 graden. Met langs de kust nog een krachtige wind, windkracht 6. Die wind blijft doorstaan vanmiddag. Temperaturen lopen verder op naar 14 of 15 graden. Op veel plaatsen is het droog. In het noorden misschien een bui en laat. In de middag in het zuidwesten weer kans op wat lichte regen. Ook vanavond valt daar wat lichte Lichte regen in de rest van het land is het grotendeels droog en het blijft heel zacht, met meer bewolking dan dat er opklaringen zijn. We gaan naar morgen en dat is een dag met veel bewolking. Vooral in de ochtend valt er regen, in de middag wordt het met name in het westen en zuiden wel wat droger. En ondanks alle wolken wordt het 16 of 17 graden. Het is echt zacht weer, dus de wind neemt wel iets af. Woensdag af en toe wat zon, kleine neerslagkans. Donderdag lijkt die kans op neerslag weer wat groter. En vrijdag wordt het buiig, betekent dat we tussendoor wel af en toe de zon gaan zien. Temperaturen liggen later in de week duidelijk een paar graden lager. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.